allemaal, mijn naam is Veet Landman, ambassadrice van Faceland. En ik ga erachter komen wat mensen vinden van borstvergroting. Wat vind jij van borstvergrotingen? Ja, ik vind dat wel kan. Velen willen natuurlijk mooier worden daardoor. En ik vind het ook vaak wel heel mooi. Ja, ik vind dat het wel kan. Ik vind dat moet iedereen voor zichzelf weten. En heb je problemen met kleine borsten, moet je het gewoon lekker doen. Ik vind dat je een borstvergroting moet doen als je er zelf heel blij van wordt. Ja, het ligt er maar net aan hoe het bij iemand staat. Je hebt natuurlijk mensen, daar vind ik bij, dat geen gezicht is. En ligt er ook maar net aan hoe of wat, zeg maar. Dus het verschilt per persoon. Ken je mensen die het hebben gedaan? Ik ken wel mensen die het hebben gedaan. Die ken ik, ja. Denk je dat je het verschil zou kunnen onderscheiden? Vast wel als je eraan zit. Ligt eraan. Soms heb ik van die Mona-puddingen die erop zijn geplakt. Maar het verschilt een beetje van hoe ze zijn gedaan. Ik kan het begrijpen dat sommige vrouwen het doen, maar ik vind het gewoon niet mooi. Ik vind de natuur mooier en de natuur moet je eigenlijk niet remmen. Of het moet echt zijn dat een vrouw er echt last van heeft, dat ze het lelijk vindt of niet blij met zichzelf is, dan begrijp ik het. Maar anders vind ik het niet mooi. Ik vind alles, lichaam is normaal gesproken in verhouding. En vaak hebben vrouwen dan te grote borsten wat hoort en ik vind het niet mooi. En er zitten ook schijven in en zo, ik vind het gewoon niet mooi. Ik vind niet bij iedereen de borstvergroting mooi. Ik denk dat het ook wel een beetje verschilt aan welke kliniek en misschien hoeveel onderzoek ze ernaar hebben gedaan. Geen borsten heb en je gaat ineens naar dubbel E of zo. Ja, dat vind ik, weet je, dat hoeft van mij niet. Maar als het er gewoon netjes uitziet, ja, waarom niet? Ja, top. Dit vinden mensen dus van borstvergrotingen. Ik ben heel erg blij dat ik erachter ben gekomen. Vond je het nou ook leuk? Vergeet niet te liken, abonneren en te delen. En kijk vooral volgende week naar de allerlaatste aflevering alweer. Elke man wil denk ik een plaatje perfect hebben. Borsten, billen, goede baan, een zorgzame vrouw. Dus ja, borsten zouden wel een toevoeging kunnen zijn, ja.